Hey Pallet, hier met Tiziani Vistati. Tiziani, je staat er weer 10e keer in Glory. Wendt het al een beetje? Ja, zeker, zeker. Het wendt en het blijft iedere keer natuurlijk gewoon geweldig dat ik hier mag staan. En voor mij is het eigenlijk gewoon in de derde office. Ik ben nu 22, maar zoals je wel zegt, tweede, 10e gevecht in Glory onderhand. Voel je dan ook een beetje, heb je ook een beetje die status bereikt van jonge veteraan, zoals dat noemen? Dat wil ik niet zeggen. Ik ben ook nog geen kampioen, dus ik ben eigenlijk nog helemaal nergens, vind ik zelf. Maar ik ben wel goed op weg, net wel. Opnieuw dus tegen Stojan Koprivlenski. De vorige keer het niet zoals je wilde, maar toen had je wel een gebroken voet. Volgens mij een gebroken voet in de finale. Zie je het gevecht anders gaan dan vorige keer, qua verloop en qua stijl? Ja, dat sowieso. Ik zie het sowieso anders gaan dan de vorige keer. Kijk, in die tussentijd heb ik heel veel progressie gemaakt. Ik sta nu nummer 2. En ik heb tegen wel leuke namen gevochten dit jaar. Dus het wordt sowieso een heel ander gevecht. Hij heeft niet tegen een fitte Tiziani gestaan. En ik denk dat ik misschien toen op 50% was, misschien niet eens. Wat je zegt, ik had een breuk in mijn voet. Ik zat helemaal in elkaar. Maar nu staan we allebei fris erin. En wordt het een heel ander gevecht, dat weet ik 100% zeker. Ja. Maar je wilde hier nog heel graag tegen, hè? Sorry? Wilde hier nog heel graag tegen? Ja, het stond niet op mijn verlanglijstje, zo snel. Maar ik had gewoon meer zoiets van, als het komt, komt het. Zoals ik net al zei, ik heb tegen hele andere namen gestaan dit jaar. Voor mijzelf heb ik veel meer progressie gemaakt. Dus ik kijk eigenlijk meer naar mezelf en niet naar wat hij doet. Dus als het komt, dan komt het. Zoals ik net al zei, en nu is het gekomen. Dus het is niet dat ik erop zat te wachten. Als je nu ook de lichtgewichtdivisie ziet. Jij vecht tegen Stojan. Vecht daarna Chris Baia tegen Marat Grigorian. Hoe denk je dat de lichtgewichtdivisie op dit moment erbij staat? En hoe gaat het uitpakken qua wie het mogelijk het volgende titelgevecht krijgt? Ja, het is de lichtgewichtdivisie zit vol met topvechters. Vol met killers. De nummer 1 tot en met nummer 5. Vanaf de kampioen tot en met de nummer 5 denk ik wel. Dat er echt alleen maar toppers in zitten. Dus het is ook wel leuk. En voor ons is het ook leuk dat er competitie is. Dat er competitie is. En dat is wel leuk. Dus, ja. Oké, nou gefeliciteerd en succes morgen. Yes, bedankt.